ik denk dat een van de bizarre dingen van dit moment is dat op het moment dat we misschien de grootste capaciteiten hebben, we het meest nerveus zijn over het risico. En de herontdekking van en de opnieuw omhelzen van risico zou denk ik een behoorlijk veel kunnen losmaken. Mm-hmm. Ik denk dat er een soort mate van conservatisme op dit moment in bijna zelfs in iedere kunstvorm zit, ook in zogenaamd radicale kunstvormen die als je die weg kan denken bijzonder productief zou kunnen zijn. Maar ik denk dat in principe iedere zaal veel flexibeler is dan die lijkt. Mm-hmm. En dat mensen veel te veel denken dat een soort architectonische organisatie dingen vastlegt. En dat er eigenlijk veel vrijpostiger met dingen omgesprongen zou kunnen worden.